Hi, ik ben Monique van Beats & Basics. Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe tutorial. Vandaag ga ik laten zien hoe je zelf een leuke leren sleutelhanger kunt maken. Met een van onze handige DIY pakketjes. We hebben ze in 4 verschillende kleuren. En daar zit alles in wat je nodig hebt om deze sleutelhanger te maken. Dus we hebben een wit met een blauw hartje. Een roze met een paars hartje. Het is een beetje een lila, licht lila leren is dit. Aubergine met een hartje. En deze. Het is allemaal echt super schattig. En het is met het decuutleer en hele mooie lampwork kralen zitten erbij. Dus ik zal even laten zien hoe het moet. Nou, in het DIY pakket zit alles wat je nodig hebt. En ook precies genoeg. Dus je hoeft geen materialen extra te kopen die je misschien niet gaat gebruiken. Dit is de sleutelhanger die we gaan maken. Zo ziet hij eruit als hij af is. En daarvoor heb je dus het DIY pakket nodig. Nou, wat zit erin? Ongeveer 10 centimeter leer. Macramé draad. En de rest van je materialen. Dus er zit een super gave lampwork kraal zit erin. In de vorm van een hartje. En deze is heel mooi wit. Het Delfts blauw. Verder zit er een eindkap in. Een sleutelhanger in. Een heel leuk bedeltje in de vorm van een hartje. Je hebt 2 nietstiften. Je hebt er eentje nodig, maar eentje extra voor de zekerheid. 2 spacer beads en 4 mm jumpringen. Dus dit zit er allemaal in je pakketje. Dan heb je nog een paar basisonderdelen nodig. Dat is de haarslid sieradenlijm en een tangetje. Voor deze sleutelhanger is het ook handig als je een gaatjestang hebt. Die kun je gewoon bij de Action kopen en dan kun je heel makkelijk gaatjes maken in het leer. Als je nou niet zo'n tang hebt, dan kan je ook gewoon een gaatje maken met een schaar met een scherpe punt erop. Oké, we beginnen met de sleutelhangerring. Je doet het leer er doorheen. En dan kun je kijken waar je een gaatje gaat maken in het leer. Dus je wil hem ongeveer 1,5 centimeter aan de achterkant hebben. Dat hij om je ring past. En dan gaan we hier in het midden een gaatje maken. Dus ik doe dat gewoon met een gaatjestang. En anders kun je gewoon met een scherpe schaar deze kant en aan de andere kant. En dan kun je dat gewoon, als je dat er zo een beetje doorheen draait, dan komt er ook wel een gaatje in. Het hoeft niet super netjes, want dat zie je zo meteen niet meer. Alleen zo gaat het net iets handiger. Hier zit meteen een mooi gaatje in. Dus je doet je leer dubbel, dat gaatjes boven elkaar zitten. En dan ga je het macramé kort er doorheen rijgen. En dan maak je aan de achterkant een knoopje. Gebruik er niet al te veel draad voor. Want dit gaan we er zo meteen omheen wikkelen. Dus je maakt een knoopje in het macramé kort aan de achterkant van het leer. Dus niet aan de voorkant, maar aan de achterkant. En dan het stukje touw wat overblijft, dat hou je gewoon zo vast dat het naar beneden zit. Zodat je daar zo meteen omheen gaat wikkelen en dan werk je dat weg. En nu ga je gewoon het macramé kort om het leer wikkelen. En zorg gewoon dat het netjes strak tegen elkaar aan zit. Zo sluit het netjes aan. Dus je gaat ongeveer 3-4 slagen omhoog. En dan ga je weer naar beneden. Dus je werkt eerst die kant op omhoog en dan werk je de andere kant op naar beneden. En zorg gewoon dat je draad steeds strak tegen het vorige draad aangespannen zit. Okay.
ik heb nu aan de achterkant ook twee keer naar beneden gewikkeld. Dan gaan we dit stukje touw afknippen. En dan doe ik nu een beetje sieradenlijm op de achterkant van de sleutelhanger. En dan gaan we het verder het macramedraad erom wikkelen. En dan blijft het gewoon aan vastzitten. Zorg ervoor dat je alleen lijm op de achterkant doet. Niet te veel, gewoon een beetje in het midden. Nou, ik vind zo de draad wel ver genoeg. Dus dan gaan we weer omhoog. En je doet je macramedraad eigenlijk steeds in het gleufje tussen je vorige twee draden. En dan kan je het er super strak omheen wikkelen. En dan ga je weer terug naar boven. En dan heb je hier nu eigenlijk een soort van het midden. Zie je het nog een gleufje waar nog net een draadje door past. En dan sluit het helemaal van boven naar beneden. Sluit het netjes op elkaar aan. Nou, aan de achterkant heb je je sieradenlijm zitten. Er zit nog maar een heel klein beetje. En dan knip je het macramedraad af, zodat het ongeveer in het midden van het leer komt. En dat lijm je gewoon aan elkaar vast. Nou, nu gaan we dit even laten drogen voordat we de sleutelhanger verder gaan afwerken. Misschien dat je het nog even vast moet houden of een knijpertje erop. En dan gaan we het even laten drogen. Nou, ik heb het macramé kort laten drogen. Dan gaan we nu de hartjepedel bevestigen. Dus je maakt je jumpring een stukje open. En die bevestig je onder de twee onderste draadjes van het macramé kort. Aan de bovenkant van je sleutelhanger. Het is een beetje prutsen. En ook hierom doe je ook geen lijm aan de bovenkant, want dan lukt het niet meer. Dan zit je ringetje er zo doorheen. Dus onder die twee macramé-koorden, pedeltje eraan en dan kun je het ringetje dichtknijpen. En dan kun je die een klein beetje draaien. Zo. Zodat de opening van de jumpring netjes zit weggewerkt achter het macramé-koord. Voor de onderkant van je sleutelhanger hebben we een eindkap en we gaan er een leuke bedel aanhangen. Je kunt nog even kijken of je je sleutelhanger misschien nog ietsjes korter wil knippen. Deze heb ik wat korter gemaakt. Dat is wel heel lang. Zo. Niet stift. Ik gebruik een spacerbead, want de rijgat van deze kraal is vrij groot. Dus die kan over de uiteinde van je niet stift anders gaan. Dus kun je gewoon een spacerbead gebruiken. Je knipt de nietstift af tot iets minder dan een centimeter. Uiteinde doe je tussen je tangetje en dan draai je de nietstift eromheen zodat je een oogje hebt. Die maak je nog niet helemaal dicht. Ik denk eigenlijk dat die nog een stukje weer open moet. Eindkap eraan en dan kun je hem helemaal dicht maken. En zorg dat het oogje niet te strak zit, zodat hij nog een beetje zo heen en weer kan bewegen.
Nou, deze zijn over. En dan hoeven we alleen nog maar de eindkap te lijmen. Dus vul de eindkap ongeveer tot de helft met sieradenlijm. Voorzichtig aanduwen. En ook dit. Nou, ongeveer 10 minuten kwartiertje laten drogen. En dan heb je echt een super, super leuk sleutelhanger. Dus je kunt hem gewoon maken met alle materialen die in het DIY-pakket zitten. En ik zal even laten zien welke kleurtjes we nog meer hebben. Deze hele leuke lila met een mooie roze facetkraal. Nog een lila met net een ander kleurtje macramé-koord. Met een hele mooie paarsroze lampwork hardkraal. En deze is ook echt heel cool met het aubergine-leer. En hier hangt gewoon een heel groot hart aan. Het is echt super leuk. Hier kun je de DIY-pakketjes van kopen. En als je een andere kleur samen wil stellen, dan kan dat natuurlijk ook. Wil je nou nog meer sieraden-tutorials zien? Kan je op ons kanaal abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!